Hey jongens, leuk, een voetballietje. Daar heb ik nou echt geen kracht meer voor. Oh, daar heb je hem weer. Is toch leuk met al die voetballers? Wat zijn ze bang, die gasten? Ja, dat zeg ik als vanouds. Het is vervelende figuren bij elkaar. Geleuterd door elkaar. Ja, het is echt erg leuk. Maar we hebben al bij de kleding doorpas en de publiciteitsfoto's was het al. Het zijn een stel jonge meiden bij elkaar. Dus je weet van tevoren al van, nou, dat wordt een hele leuke tijd. We kunnen nog steeds niet voetballen, alles gaat mis. We bewegen toch weer als jonge jongetjes, terwijl we dat niet meer zijn. Dus iets te soepel willen lopen en dat allemaal net niet meer redden, dat is toch heel leuk. Ik heb het script in bed naast mijn vrouw gelezen en ik moest de hele tijd zo hard giechelen. Dat zij zegt, ik zie het in de bioscoop wel. Het speelt zich wat minder af op het thuisfront, zou ik maar zeggen. We gaan eens een keer de auto in en op reis. Op weg naar een bruiloft. In karakters is bijna niemand van, behalve Kees Jansen, die is nu moslim geworden. Hij is heel vroom geworden, hij is totaal afgekikt. Of hij heeft de jointjes in ieder geval aan de wil gehangen. Hij kleedt zich ook echt als een moslim. En hij probeert ook echt het mooie wat in de islam zit naar voren te brengen. En te uiten en te vertellen aan zijn vrienden. Die er niet heel gevoelig voor zijn. Nee. Maar ja. De film is een tijdje uitgesteld natuurlijk in verband met het overlijden van Anthony. Uiteindelijk is wel besloten om het script te herschrijven. Ja. Welke plek neemt hij nu in de film? Ja, we gaan er nog wel iets mee doen. Maar daar ga ik niks over zeggen. Maar ja, hij is er natuurlijk wel. Ik vind het leukste wat er is, nog steeds eigenlijk. Als ik een bal zie, ja, dan moet je er iets mee. Weet je? Als die bal daar ligt, ga ik er toch naartoe of zo. Als ik daar een bal zou... Ja, nee, ik denk binnen de straal van 50 meter ga ik echt naar een bal toe om te halen, om er iets mee te doen. Zo erg is het eigenlijk. Dit blijft ook het zondagmiddag ding, weet je wel. Daar word je gewoon niet beter van. Ja, dat blijft voor hem een zondagmiddag ding. Ik heb dus echt 10 jaar niet op het veld gestaan. Dus het is voor mij echt mijn debuut weer. Mijn comeback. Na 10 jaar. Ik vind het altijd zo'n gedoe om met zo'n team af te spreken, weet je wel. En dan moet je weer op die en die dag. Op het moment dat ik voor mezelf weet van nou, dan zaterdag moet ik dan en dan daar zijn. Dan haak ik eigenlijk al min of meer af. Het zou mij verbazen dat het ding überhaupt in oktober klaar is bij het filmfestival. Iedereen staat in die bus.